Suriname staat samen met 55 andere landen op de FIHAS-beurs de Havana, Cuba. Op deze beurs kunnen deelnemers producten van hun land promoten. Suriname wordt vertegenwoordigd door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, die producten van 18 Surinaamse bedrijven tentoonstelt. Het is de 9e keer dat Suriname meedoet aan een beurs in Cuba. Volgens delegatieleider Maguban Putisi van HENT is men over het algemeen ingenomen met de producten van Suriname. Putisi zegt dat deelname aan deze beurs Suriname niet alleen in Cuba bekendheid geeft, maar ook in andere landen. Het ministerie doet er alles aan om Surinaamse producten wereldwijd te promoten. Daarom is het belangrijk dat ons land meedoet aan zulke beurzen. De ambassadeur Marciano Armaceto zegt dat men al bezig is te kijken naar mogelijkheden om Surinaamse producten op de schappen te krijgen in Cuba. Maar dat men nu al kennis met de producten maakt is geweldig, zegt Armaceto. De beurs is gisteren begonnen en duurt tot en met 8 november.